Dit is ook echt zo. Je ziet gewoon. Je hebt echt zo'n berg en dan heb je dat. Ja, vreemd is dat wel. Blijf bijna in de city. We zijn onderweg naar een camperplaats waar we kunnen douchen. Ja, en maar even een tussenstop ergens bij een waterval. Ja, een waterval dat je wel vragen ons af of er water is. Ja. Nou, het watervalletje stelt niet heel veel voor, hè? Maar het is wel mooi. Ja, en heel helder water. Ons plekje. Even een beetje aan het opruimen. Ons overhoop aan het halen. En dan straks weer een beetje in elkaar zetten. En we zitten nu lekker hier zo te chillen. In het zonnetje. Door de bomen. De wandeling die we vanmiddag hebben gelopen. Was echt verrassend heel erg leuk. Ja, was wel heel kort. Maar was wel heel leuk. Hele leuke watervallen. Ja, het was inderdaad heel kort. Maar we hebben twee watervallen gezien waarvan we wel leuke filmpjes hebben gemaakt. Ja, het was een korte wandeling, maar we hebben veel leuke dingen gezien. En zijn we toch weer tot het besef gekomen dat we natuur een stuk meer appreciëren dan de stad eigenlijk. Ja, ondanks dat Valencia wel leuk was gisteren. Ja, Valencia was echt top. Maar natuur is toch chiller. Ja. Relaxter. Ja. Maar we gaan even gas verwisselen, want hij bleek op te zijn voor morgen. De koelkast deed het niet meer. De koelkast vond het niet zo leuk dat ik iets te hard door de bocht ging. Dus overal spullen liggen. Moesten de koelkast opnieuw inrichten? Ja, overal haar bij je. Maar alles is nog heel, geloof ik. Nou, anders zit weer vast en we gaan weer verder rijden. Ja. Oepsie. We zijn een korte wandeling aan het maken van ongeveer 50 minuutjes, maar we hadden even een afsnijroute genomen. Vond hij leuk. Vond ik wel leuk, ja. En vanochtend zijn we naar een kerkje geweest van een leerling van Gaudi. Gaudi was wel interessant. Ja, was dat leuk. Was dat een mooi kerkje. Ja, toen zijn we richting zuiden gereden en nu gaan we vanavond hier ook ergens overnachten. Na de wandeling hebben we ook nog even, zijn we nog even rond gaan rijden naar Alebo. Naar Alebo. Dat was een heel schattig dorpje, het bleek uiteindelijk. Ja. Met nog een stadsmuur eromheen. Hele smalle straatjes. Ja, hele smalle straatjes. Hebben we even doorheen gereden met de camper. Dat was even spannend. Een stijl naar beneden, stijl omhoog en smal. Hele schattige kleine huisjes. Ja, was wel een grappig dorpje. En we slapen nu uiteindelijk bij het kerkje waar we ook de wandelroute zijn begonnen. Dus daar slapen we lekker vannacht. Dan gaan we morgen richting Sierra Nevada. Ja. Goedemorgen. Vanochtend fris wakker geworden op de camperplaats hier, of nou op de parkeerplaats. En we gaan zo naar Sierra Nevada. We gaan eerst nog even broodje eten en die weer zelf even opwarmen. En dan vroeg de weg op en let's go. Ja. Het is een ander busje. Ja.
zijn vandaag uiteindelijk naar Sierra Nevada gereden. Dat was al het plan, maar we hebben geen wandeling meer gedaan. Nee, hebben we niet meer gedaan. Wat hebben we wel gedaan? Wat hebben we wel gedaan? We hebben inkoop gedaan om... morgen te gaan skiën. Fucking chill. Ja. Heel veel zin in. Wel heel vroeg op morgen. Ja, we gaan morgen vroeg opstaan om te gaan skiën. En gaan we morgen en overmorgen gaan we... 2 dagen skiën. Ja. Zin om. Nou, we dachten dat we gingen skiën vandaag, maar dat was niet helemaal waar. Nee, niet helemaal waar. Want wat is er gebeurd? De auto is stuk. Nou, de auto is niet stuk, maar er is een lampje gaan branden. Stop en een accu-logootje. Dashboard. En nu wachten we totdat er een mannetje komt die daar even naar gaat kijken en hij wordt mogelijk weggesleept. Dus dat, ja. Dat is tot zover ons ski-avontuur. Ja. Even een update. Bij de garage. Ja. En ze zeggen dat de accu... En dynamo. Nee, oh ja. Dus toch wel, ze kunnen ze waarschijnlijk vandaag maken. Dus dat zou wel heel fijn zijn. Want dat zou natuurlijk werken. Yes. Lekker veel. Shit. We zijn even ergens gaan eten om de tijd te dooien. We hebben de bus weer terug. Yes! Hoe laat is het eigenlijk? Het is echt 7:15. Echt bijna de hele dag, gewoon bijna 12 uur mee bezig geweest. Maar we hebben tenminste vandaag terug, dus dat is fijn. Ja. Ja, we zijn er wel een beetje klaar mee. En, Nu moeten we nog even snel slaapplekje zoeken en dan... En dan gaan we weer. En dan morgen wel skiën. Hopelijk. Yay! Joe! Goedemorgen! We zijn al lekker op de piste. Verrassing! Nou, niet zo'n verrassing. Maar... voor ons niet, maar ja, voor jullie ook niet. Maar, een dagje verlaat, maar... Ja, eigenlijk was het plan om gisteren te gaan skiën. Maar dat we liepen een beetje in de soep. Maar ja, dat hebben jullie wel gezien. Maar we zijn vandaag en morgen gaan we lekker een dagje skiën. Dus... ben je in het zuiden van Spanje? Ja, en heb je dat op de achtergrond? Helemaal droog. Helemaal droog en dan zijn we hier in de sneeuw. Dus, yay! Lekker eerste skidag. Zeker. Hey, wat echt lekker. Lekker in de zon ook. Ja. Ik dacht eerst dat we heel erg in moesten komen, maar uiteindelijk viel dat wel mee. Ja. Na de lunch hebben we alleen nog maar rood gedaan. Dus. Ja. Nice. Oh, het was niet raak. Dit was onze slaapplek van vannacht. In de parkeergarage. Tweede en laatste dag op de piste. We hebben er zin in. Het is heel mooi weer. Het is weer lekker zonnig. De sneeuw is goed. We hopen dat het niet al te druk wordt. Want vandaag is schijnbaar een feestdag in Andalusië. Ja, het is vandaag een feestdag in Andalusië inderdaad. Dus het is ook hoog seizoen vandaag. Gisteren was het niet. Dus het is misschien wat drukker vandaag. We hopen van niet. Ja. Vandaag lekker geskiet. We zijn nu een uurtje rijden van het skigebied af. We zitten in Santa Fe,
vlakbij Granada ligt dat. En we zijn op een hele bijzondere plek beland. Ja, eigenlijk zonder dat we het een soort van verwacht hadden, wilden we naar de Hot Springs bij Santa Fe. En eigenlijk is hier een soort heel hippie dorp. Ja, het is echt een heel hippie dorp. Het is heel bijzonder. Het is bij die Hot Springs inderdaad. Zijn er gewoon allemaal campers en allemaal tenten ook. En eigenlijk mensen die hier wonen hier eigenlijk gewoon vast. Ja. Heel veel. En sommige mensen zijn er natuurlijk tijdelijk en sommige... Ja. Een soort van camperaars lijkt het, die dan hier ooit zijn aangekomen en vervolgens nooit meer vertrokken zijn. Maar wij zijn toch echt van plan om hier maar één dag in te blijven. Vandaag gaan we een camping opzoeken, want we zijn nog een beetje, moeten een beetje bijkomen van het skiën. En we gaan vandaag even wassen. Dus om dat uit te kunnen hangen, hebben we een beetje ruimte nodig. Dus daarom moeten we naar een camping. Maar... Dus vandaag is het wasdag! Yay! Zwaar? Ja, het is veel. Het is wel. We hebben toch maar besloten om er wel wasmiddel bij te doen. Terwijl er op de beschrijving staat van niet. En op de andere beschrijving staat van weer wel. En is het allemaal geknoeid. De eerste wasje hangt. De tweede moet er zo meteen nog bij. Of dat gaat passen is een beetje de vraag. Want eigenlijk hangt alle waslijn hangt nu vol. En er moet nog een tweede bij. Film je nou hoe ik een plantje aan het potten ben? Ja. Wat voor plantje? Een vet plantje. Die hebben we gestolen. Uit een natuurgebied. Nog helemaal niet. Maar het is een heel leuk vet plantje. En die wilden we kweken. We gaan kijken of deze gaat groeien. Maar het schijnt 3 weken te duren voordat die überhaupt iets gaat doen. Gaat eerst 3 weken lang lijkt het alsof die doodgaat en dan gaat die leven. En dan gaat hij nieuwe vriendjes maken. Ja. Koken in de Omnia part 2. Ja, en nu moet ik het goed doen. En nu is het nu gegaan. Helemaal goed. Yay! Yay, het ziet er gewoon super lekker uit. En niet aangebakken of bijna niet, maar ik kan niet zoveel aan doen. Lekker man. Lekker kippie erbij. Het is een beetje donker. Dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. En tot volgende week. Doei.